Welkom bij Stadserf 1, de laatste uitzending van 2017. En zoals gebruikelijk vragen wij aan de Bredase politiek om terug te blikken op het jaar en misschien al een beetje vooruit te blikken. De vraag die we ze gaan stellen is, wat heeft je het meest geraakt? Maar dan moeten we die natuurlijk ook aan onszelf stellen. Dus ik stel aan Sebas de vraag, wat heeft jou het meest geraakt in 2017? Nou, wat mij het meest heeft geraakt is dat ik master ben geworden. Ik ben afgestudeerd en daar heb ik echt wel een flinke tijd voor moeten knokken. Dus het heeft het meest geraakt dat ik het mooie diploma in ontvangst heb mogen nemen. Ja, dat raakt mij ook wel een beetje. Ja. Als we kijken naar 2017, Rut, wat heeft jou dan het meest geraakt in 2017? Nou, aangezien wij een politiek programma zijn en we dat ook goed bijhouden, heeft mij het meest geraakt die ellenlange formatieperiode die landelijk is geweest. En waarom raakt me dat? Omdat in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen zijn. En dan denk ik, hoe lang gaan ze dat in Breda doen? Dus eigenlijk ben ik al vooruitgesneld geraakt. Oké, ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar laten we ook even luisteren naar wat de Bredase politiek te zeggen heeft op wat hen het meest geraakt heeft dit jaar. Wat heeft je het meest geraakt in 2017? Nou ja, halfwege het jaar kwam het bericht dat onze nagellakheld Tijn was overleden. Je wist dat het eraan zat te komen, maar het was dat kleine manneke wat vorig jaar rond de kerst heel Nederland in vervoering bracht met zijn nagellakactie. Daar miljoenen heeft opgehaald voor kinderen die het nog lastiger hadden in de derde wereld. Ja, en dat is een jongetje die natuurlijk eigenlijk ook een klein beetje bij Breda hoort. En dit jaar, laat ik zeggen, die geweldige actie van hem, was dit jaar het jaar waar we afscheid van hem hebben moeten nemen. Nou, ik stond vorige week in het Chassé Theater en toen heb ik de laatste Chris van Vaassen, de vrijwilligerspenning, uitgereikt aan een aantal Bredanaars. En nou is het niet zozeer die penning en die prijs, maar wat me raakt is daar een zaal vol mensen die zich iedere dag weer op hele verschillende manieren voor een ander inzetten. Ik denk dat dat het feest was wat ontstond toen NAC promoveerde. Echt de hele stad op zijn kop. Grote markt en ja, die blijdschap. En dan zie je ook wel dat NAC toch echt wel heel erg in de stad leeft en met de stad verbonden is. Nou, ik denk dat er veel momenten waren die me hebben geraakt. Maar één ding wat ik nog wel hier wil noemen is de film van I, Daniel Blake. Ik weet niet, waarschijnlijk hebben veel mensen die al gezien. Maar mocht je hem nog niet gezien hebben, kijktip. In die film gaat het over iemand die eigenlijk tegen het systeem aanloopt. En nou ja, als je 8 jaar in de politiek zit, dan raakt die film je wel echt. Want dat is eigenlijk waar we het voor doen. Ja, voor mij weer iets heel anders. Ik heb dit jaar mijn BE-rijbewijs gehaald en een caravan gekocht. En dat heeft heel veel vreugde gebracht in ieder geval. En ik zie er ook naar uit om daar wat meer gebruik van te gaan maken. Het meest geraakt heeft me toch wel het proces rondom de verantwoording van Sears Request en Winterland. Ondanks dat we een fantastisch feestje in de stad hebben gehad, denk ik, gaat men er nog steeds heel krampachtig mee om zeg maar de controlerende taak van de raad zeg maar in te kunnen laten vullen. Allemaal geheim, terwijl we zo min mogelijk geheim zouden willen doen. Ja, dat is erg jammer, maar dat raakt je dan wel. Op 9 december is een Hagbordbrug geopend. En waarom is dat voor mij zo fijn en belangrijk? Omdat dat was mijn idee om de oude beelden van Theo van Rijn terug te brengen op de nieuwe brug. En ze zijn er, ze staan er. En dat is natuurlijk een winst voor de stad, want ik vind dat Breda kan veel meer erfgoed in de straatbeeld gebruiken. We hebben een leuk team gemaakt van de fractie, dus dat is wel heel leuk. We hebben een nieuw museum in Breda. Laagdrempeligheid bij het museum, waar dus ook een deel gratis en laagdrempelig is voor de bezoekers. En dat heeft deze dame geregeld. Ja, de wethouder heeft beloofd om te kijken of Bredanaars op 1 dag in het jaar gratis naar het museum mogen. Zo, ja, dat is nogal een vraag. Hè. Daar kun je van alle kanten bekijken. Als je kijkt naar wat er politiek gebeurt in de wereld. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè. Zo'n Trump die gekozen wordt. De fake news affaires. Het vertrouwen in politiek en media. En ja, dat raakt mij dan wel, hè, dat allemaal zo ondermijnd wordt door wat daar bovenover gebeurt. Daar schrik dan wel van. Maar persoonlijk, hè, begin van het jaar overleed een oma. Ik heb 2 schatten van oma's gehad, allebei 98 geworden. Ja, ik had een hele sterke band met mijn oma's. Dus dat heeft me wel heel erg geraakt begin van het jaar.
En hier in Breda, als ik kijk wat er in Breda allemaal gebeurd is de afgelopen tijd, is vooral in de dakloze wereld heel veel gebeurd. Hè. Er zijn een paar mensen overleden op een rare wijze. En mensen die toch wel toonaangevend waren en die op een mooie manier ook kleur gaven aan Breda. Dat heeft er wel ingehakt, zeg maar, als je een beetje binnen mijn portefeuille als wethouder maatschappelijke opvang kijkt. Dan waren dat wel dingen die impact hebben gehad, zeg maar, op de stad en ook wel op mij. Ja. Die hebben mij zeker geraakt. Ja. Als je langer meeloopt in de politiek, dan is persoonlijk en politiek, dat loopt door elkaar. En ik ben een paar weken terug door mijn afdeling benoemd als lijsttrekker. En dat is voor mij heel persoonlijk iets wat ik heel erg waardeer. En ik voel die steun van zo'n afdeling en ik wil er graag aan werken en dat wagen maken. Hartstikke leuk. Ja, mijn twee kinderen, daar is ook veel mee gebeurd dit jaar. Dus dat is eigenlijk wel heel persoonlijk. Mijn dochter, de oudste, is op kamers gegaan. En mijn jongste, die zit in een veranderd traject van jongen naar meisje. Dus dat zijn persoonlijke dingen die mij heel erg raken en waar je ook heel erg betrokken bij bent. Wat mij eigenlijk heel veel heeft geraakt, is dat mijn collega's van Partij Bob mij heel veel hebben geleerd. In al hun enthousiasme. En daar ben ik heel erg door geraakt, want het heeft me op weg geholpen. Nou, wat me geraakt en waar ik eigenlijk trots op ben, eigenlijk is dat we ontzettend veel met de stad gedaan hebben. Ik liep vanochtend nog even over de Willemstraat en dan zie je het mooiste ontwerp van een straat in 2017. We hebben het verhaal van Breda. We zijn de beste binnenstad geworden van Nederland. Dus dat is eigenlijk wel, als je het hebt over wat raak je nou, ja, dat is wel iets waar ik echt trots op ben. Dat was het moderniseren van de stadsdistributie. Het moderniseren van de stadsdistributie? Wat is de stadsdistributie nu? Grote vrachtauto's die in het stadshart kleine pakketjes afleveren. Dat is niet duurzaam en geeft veel overlast. En wij hebben daarvoor een voorstel ingediend. Dat voorstel is met unaniem aangenomen. Het was een logische consequentie van ook het bestuursakkoord waar dit college mee werkt. Alleen dat zagen ze zelf niet, dat zag ik dan. En die kans, die zag ik en die heb ik aangegeven. Ik ben in 2016, dus dat is net even iets langer terug, ben ik voor het eerst vader geworden. Maar 2017 is natuurlijk het jaar geweest van de eerste stapjes en zo. En daar ben ik natuurlijk heel trots op mijn eigen zoontje. En dat is op persoonlijk vlak. Op SP-vlak, dus op politiek vlak, ben ik ook trots. Ik denk dat daar, en daar ligt misschien wel de parallel, dat we ook grote stappen gezet hebben in het proces als partij. Door mee te besturen, door dingen voor elkaar te krijgen. Klinkt misschien niet heel sexy, maar wat ik wel heel erg trots op ben, is dat we als Breda de stad goed bestuurd hebben. Ook vanuit financiële degelijkheid. Hè. Bij andere gemeenten zie je dat de tekorten enorm groot zijn, bijvoorbeeld op de zorg. Dan denk ik dat we er heel trots op mogen zijn dat we dat in Breda op een hele goede manier hebben gedaan. Nou, wat mij het meeste geraakt heeft, dat is namelijk dat ik in de wijkraden en als ik door Breda en zo loop, dat ik steeds meer erkend word. En dat ik gewoon terugkrijg wat ik in Breda stop. En dat vind ik een heel fijn gevoel. Wat hoop je dan voor 2018? Ik zal verder niet op NAC doorgaan. Dat mag natuurlijk nog wel, mag wel wat beter. Ja, een mooie toekomst voor NAC. Nee, maar het is het jaar van de verkiezingen. Dat wordt natuurlijk een belangrijk jaar voor ons, voor de stad. En ik hoop op een goede opkomst. Ja, voor de hand ligt natuurlijk de verkiezingen te noemen. Dat is 21 maart 2018. Spannende tijd, zeker voor de lokale politieke partijen. Dan moet je er staan en dan moet je het, laten zien. Als lokale partij ben ik voor het lokale bestuur ook meer te lokaliseren en te ontdoen van die landelijke deken die er steeds maar weer overheen ligt. Ja, wat wij heel belangrijk vinden, dat is eerlijk delen. En dat gaat over de weg eerlijk delen voor voetgangers en fietsers, dat veilig wordt. Maar ook inderdaad onze welvaart delen. Hè, voor kinderen die het moeilijker hebben dan bijvoorbeeld mijn kinderen, dat die het ook goed krijgen. We hebben het havenkwartier. Denk ik nu bij iedereen in Breda wel geland. Ik denk dat we straks bordjes krijgen. Breda Centrum Kerk en Breda Centrum Water. En daar verheug ik me enorm op. De creativiteit, het gasloos bouwen, duurzaam bouwen. Er kunnen allerlei mensen terecht voor woonruimte, sociale bouw. Maar ook middeldure huur. Dat vind ik erg belangrijk. En de culturele sector, die krijgt een plekje. En waar kijk je naar uit in 2018? Natuurlijk de campagne. Ik mag campagneleider zijn voor de VVD. Daar ben ik ook ontzettend trots op dat ik dat mag zijn. Dus ik heb ook ontzettend veel zin om met de collega's het politieke debat aan te gaan en lekker campagne te gaan voeren. Want dat is toch de mooiste tijd voor een politicus. Om gewoon lekker aan de slag te zijn met politiek en campagne voeren.
Ja, je gaat denk ik denken dat ik ga zeggen de gemeenteraadsverkiezingen, maar daarvoor hebben we gelukkig nog carnaval en daar kijk ik eigenlijk stiekem iets meer naar uit. Leuk. Ja. En, heb je al een outfit of een kostuum waarvan je denkt, nou, dat ga ik uit de kast trekken? Nee, maar als mensen nog tips hebben, stuur ze vooral in en ik ga wel eens even kijken of ik er een leuke outfit kan vinden. 2018 is het jaar dat mijn jongste dochter 16 wordt en ze doet dit jaar examen VMBO. Ik hoop natuurlijk dat ze het haalt en daarnaast is ze dit jaar begonnen met voetballen. Waarschijnlijk ook wel enigszins geïnspireerd door onze vrouwenvoetbalsters. En haar team speelt dit jaar zo goed dat ze waarschijnlijk kampioen gaan worden. En nou, op persoonlijk vlak, mijn jongste dochter doet eindexamen. Ik hoop natuurlijk dat ze dat haalt. Maar dat zal mij ook wel raken als zij ook de deur uitgaat als laatste. Onze jongste zoon gaat naar de middelbare school. Een keuze waar heel veel ouders voor staan. Hij is nu aan het rondzoeken, aan het kijken. Iedere dag is weer een beetje spannend. En ik ben gewoon ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Onderdeel van onze campagne is dat we in Breda langs honderden, zo niet duizenden deuren gaan. En al die gesprekken die je hebt, dat is echt goed als voeding voor om te weten wat er speelt in Breda. Te zien hoe groot de diversiteit is. En het is echt opvallend om te zien hoe positief mensen in die gesprekken zitten en wat je daar ophaalt. Als we kijken naar 2018, waar kijken jullie dan het meest naar uit? Ja, eigenlijk, dat is heel stiekem en heel erg persoonlijk, maar wel dat zwarte gat. Want ik heb me niet meer verkiesbaar gesteld en dus ik krijg zeeën van vrije tijd. Misschien ga ik wel kamperen met Rob, dat weet ik nog niet. Maar ik zie er ook wel naar uit en ik zie uit naar al die nieuwe mensen die op onze lijst staan die echt gaan shinen volgend jaar. Ik kijk uit naar een hele succesvolle campagne, maar ook dat we dadelijk ook echt een verschil gaan maken betreft hoe de Volkspartij is, dat het ook echt een weerspiegeling is van Breda. Maar ook gewoon dat andere partijen ook meer en beter communiceren met de bewoners. Dat het met laagdrempelig is, gewoon in de normale taal en niet in dat taaltje dat op een gegeven moment de eerste beste persoon afhaakt en lekker op de bank gaat zitten. En waar kijk je naar uit in 2018? Op een open dialoog met elkaar. Ik ben ook heel benieuwd hoe de raad er straks uit zal zien. We zien ook heel veel nieuwe gezichten. En dus ik kijk er met volle belangstelling naartoe hoe dat we dat tot een leuke club gaan smeden. Denk je dat je mensen gaat missen? Zeker. Als je kijkt tot een raad, is een gemêleerd gezelschap met kennis van hoog tot laag, van links naar rechts. En dat heeft zeker zijn meerwaarde van op alle onderwerpen. En het mooie van de Bredaarse raad vind ik altijd dat het mag heftig toegaan in het theater. En daarna dan drinken we er een biertje op en dan is het weer goed. Ik kijk uit naar de wedstrijd waarin NAC zich definitief veilig speelt. Als je zag wat er natuurlijk in 2017 aan emoties kwam toen NAC promoveerde, dat was natuurlijk echt wel heel erg mooi om mee te maken. Ik kijk dus echt uit naar die wedstrijd, wat zal het zijn, tegen Roda of zo, dat NAC zich definitief veilig speelt. En ik kijk natuurlijk ook uit naar een interessant jaar waarin de kiezers zich maar uitspreken over de nieuwe raad van Breda, het nieuwe beleid voor de komende 4 jaar, een nieuw college. En wat dat betreft is het natuurlijk ook een heel spannend jaar. Maar ik hoop vooral dat heel veel mensen zich aangesproken voelen door al die politieke partijen die hen benaderen. En dat ze zich ook daadwerkelijk hun stem laten horen. Zodat er eigenlijk een college zit wat op veel draagvlak in de stad kan rekenen. En wat ook vooral heel veel ambities en plannen heeft om Breda nog verder te brengen. Want Breda brengt het samen, maar Breda brengt het ook verder. Wil je nog iets zeggen tegen... Ja. Of mag... Je mag, maar dan moet je in een van de camera's kijken. Ja? Ja. Nou, beste mensen, het was een bewogen jaar. Bewogen jaar 2017. Waar mensen natuurlijk ook persoonlijk heel veel dingen hebben meegemaakt. Soms prachtige dingen, soms ook heel vervelende dingen. Ik wens u al het moois voor 2018. Alle gezondheid toe in 2018. En vooral heel veel plezier met elkaar.